Gemeente, op deze zondag in de nasleep van Pinksteren openen vanmiddag het Oude Testament uit het boek Numeri. Het is een flink gedeelte, de schriftlezing. Dus wat altijd geldt, geldt ook voor vanmiddag. Ik denk dat het aan te raden is om ook bij de preek uw Bijbel erbij te houden voor het overzicht. Wij vallen zomaar dat boek binnen dat als titel heeft In de woestijn. Nou, dat zegt al genoeg. Dus het gaat over de gebeurtenissen van het volk Israël, het volk van God in de woestijn. En dan vanaf het stukje dat de Heere God bij Sinaï zijn verbond had gesloten. Dat heb je vanochtend weer gehoord. Ik ben de Heere, uw God. Nou, daar begint het boek en het boek eindigt dan als het volk Israël bij de grens van het beloofde land is gekomen, de oostgrens. Dus is het stukje vanaf de Sinaï, dat God zich bekend heeft gemaakt, zijn wetten heeft gegeven, totdat ze aan de grens van het beloofde land gekomen zijn. Dat is het boek Numeri. En daar lezen wij het stukje dat het volk Israël net bij de Sinaï weg is. En ik zei al, het is een heel gedeelte, maar het hoort wel bij elkaar. Dus vandaar dat we het ook bijna in zijn geheel lezen, vanaf vers 4. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde werd met gulzigheid bevangen. En daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Het manna leek op korianderzaad en de kleur ervan leek op de kleur van balsamhars. Het volk liep overal rond, verzamelde het en maalde het met handmolens of stampte het fijn met de stamper. Dan kookte men het in een pot en maakte er koeken van. De smaak ervan leek op de smaak van baksel in olie. Telkens wanneer de dauw 's nachts op het kamp neerdaalde, daalde ook het manna daarop neer. Toen hoorde Mozes het volk jammeren, geslacht na geslacht, ieder voor de ingang van zijn tent. En de toorn van de Heere ontbrandde hevig. Ook in de ogen van Mozes was het kwalijk. En Mozes zei tegen de Heere, waarom hebt u uw dienaar kwaad gedaan? En waarom heb ik geen genade gevonden in uw ogen, dat u de last van heel dit volk op mij legt? Ben ik soms zwanger geweest van heel dit volk? Of heb ik het gebaard, zodat u tegen mij zou kunnen zeggen, draag het in uw schoot, zoals een verzorger een zuigeling draagt, naar het land dat u hun vaderen gezworen hebt? Waar zou ik vlees vandaan moeten halen om al dit volk te geven? Want ze jammeren tegen mij. Geef ons vlees, zodat we kunnen eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En als u mij zo wil behandelen, dood mij dan toch meteen, als ik genade in uw ogen gevonden heb. En laat mij mijn onheil niet aanzien. De Heere zei tegen Mozes, verzamel voor mij 70 mannen uit de oudste van Israël, van wie u weet dat zij de oudste van het volk zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal ik neerdalen en daar met u spreken. En van de geest die op u is, zal ik een deel afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen. En tegen het volk moet u zeggen, heilig u tegen morgen en u zult vlees eten. U hebt immers ten aanhoren van de Heere gejammerd, wie zal ons vlees te eten geven? We hadden het zo goed in Egypte. Daarom zal de Heer u vlees geven en u zult eten. U zult het niet één dag eten, geen twee dagen, geen vijf dagen, geen 10 dagen en geen 20 dagen. Maar tot een volle maand, totdat het u de neus uitkomt en u ervan walgt. Want u hebt de Heere die in uw midden is verworpen, en u hebt voor zijn aangezicht gejammerd. Waarom zijn we eigenlijk uit Egypte vertrokken?
En Mozes zei, dit volk in het midden waarvan ik verkeer bestaat uit 600.000 man te voet. En u zegt, ik zal hun vlees geven en zij zullen er een volle maand van eten. Kunnen dan voor hen zoveel stuks kleinvee en runderen geslacht worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Kunnen soms al de vissen in de zee voor hen verzameld worden, dat het voor hen genoeg zal zijn? Maar de Heere zei tegen Mozes, is de hand van de Heere te kort? Nu zult u zien of mijn woord werkelijkheid voor u zal worden, of niet. Mozes ging naar buiten en sprak de woorden van de Heere tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudste van het volk en stelde hen op rondom de tent. Toen daalde de Heere neer in de wolk en sprak tot hem. En hij zonderde een deel af van de geest die op hem was en droeg dat over op de 70 mannen die oudsten. En het gebeurde toen de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam van de ene was Eldad en de naam van de andere Medad. De geest rustte op hen. Zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar waren niet naar de tent vertrokken. En zij profeteerden in het kamp. Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes en zei, Eldad en Medad profeteren in het kamp. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgekozen jongeren, antwoordde en zei, Meneer Mozes, belet het hun. Maar Mozes zei tegen hem, zet u zich voor mij in? Och, waren allen van het volk van de Heere maar profeten, dat de Heere zijn geest over hen gaf. Daarna trok Mozes zich in het kamp terug, hij en de oudsten van Israël. Toen stak er van de kant van de Heere een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee en verspreidde ze boven het kamp ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant. Rondom het kamp ongeveer 2 el hoog boven het aardoppervlak. En het volk stond op die hele dag en de hele nacht en heel de volgende dag en men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had 10 homer verzameld en men spreidde ze wijd voor zich uit rondom het kamp. Het vlees zat nog tussen hun tanden, voordat het gekauwd was toen de toorn van de Heere tegen het volk ontbrandde. En de Heere bracht het volk een zeer grote slag toe. Daarom gaf men die plaats de naam Kibroth Taava. Want daar hadden zij het volk dat zo gulzig geweest was, begraven. Van Kibroth Taava trok het volk verder naar Hazeroth. En ze bleven in Hazeroth. Dit is het woord van God. De tekst voor de preek is het gebed van Mozes uit vers 29. Die uitroep, och, waren alle van het volk van de Heere maar profeten. Of zoals je bij die voetnoot leest, wie geeft dat alle van het volk van de Heere profeten waren? Je hebt misschien wel gemerkt bij het lezen van dit lange stuk, dat je eigenlijk telkens twee woordjes terug ziet keren. Het ene woordje is geest, dat hoor je ook in het gebed van Mozes. En je hoort het verzoek van Israël. Ze willen vlees. Nou, daar begon het. Ze willen vlees. Dat zorgt ervoor dat Mozes denkt, nou, ik kan geen leider meer zijn. Hij zegt het heel sterk. Hij zegt bijna, Heere God, u bent een moordenaar. Als ik dit volk nog langer moet leiden. Dan zegt de Heere Mozes, als je het niet alleen kunt, kies 70 mannen uit met inzicht, met overzicht. Dan zal ik van de geest die op jou rust, ook aan hen delen. De geest is dus aanstekelijk. Nou, dan gaat Mozes nog protesteren. Kunt u dat wel, Heere God? En de Heere zegt, wacht maar af, dan zul je het zien. Dan heb je die 70 uitgekozen, maar dan blijken er 2 niet meegegaan te zijn. Dan is Jozua bang dat het de status van Mozes aantast als die mannen blijven profeteren. En dan verzucht Mozes, was alsjeblieft iedereen maar profeet. En bij profeet mag je hier denken niet aan een soort van toekomst in kunnen zien, maar in dit geval is profetie vol zijn van God. God loven. Nog anders gezegd, een goed woordje spreken over God.
Nou, dat kennen de kinderen in de kerk ook. Wat kun je in één woord zeggen? Hoe kun je in één woord zeggen, lof zij de Heere, lof zij God? Dat woordje ken je wel hoor. Als ik het zeg, denk je, oh ja. Hoe zeg je, lof zij de Heere in één woord? Ja. Heel goed, halleluja. Alleen God de lof. Nou, dat is wat profeteren hier is. God lof. Nu zal ik heel eerlijk bekennen, ik heb een beetje getwijfeld hè, bij de preek. Het thema voor de preek is een crisisgebed. Geest, win van vlees. Alleen dat woordje vlees kom je in de Bijbel ook nog op een andere manier tegen. Niet als letterlijk, ik ben vlees aan het eten. Maar in het Nieuwe Testament hoor je ook heel vaak het woordje vlees, maar dan op een andere manier. En ik dacht eerst, het is te moeilijk. En toen dacht ik, wat een rarigheid. Wat nou te moeilijk? Het is gewoon het leven. Maar de Bijbel gebruikt het woordje vlees als aanduiding voor mijn verzet tegen God. Dus wat is vlees? Al die dingen waarmee je God op afstand houdt. Dat God een vreemde blijft. Moet ik dat concreet gaan invullen als dat helpt? Dus waar merk ik iets van vlees? Nou, als ik alle tijd heb om mijn Bijbel te lezen, maar denk, nou, ik heb eigenlijk gewoon geen zin. En met als resultaat dat er een hele dag niks van komt. Dus vlees, ik heb gewoon geen zin in. God kan wel tegen mij willen spreken, maar alsjeblieft misschien morgen of over een week, maar vandaag even niet. Dus volgens mij is dat helemaal niet zo'n heel moeilijk woord, maar dat merken wij aan alle kanten, als we eerlijk zijn. Dat waar je geen zin hebt om God te volgen, te dienen, naar hem te luisteren, dat is vlees. Dus zo luisteren naar een crisisgebed, geest, win van vlees. En we luisteren als de tweede lijn ook nog heel even naar de verhoring ervan. De geest, gelukkig, hij wint van vlees, van ons verzet. Nogmaals, het thema crisisgebed, geest, win van vlees. En gelukkig wordt dat gebed verhoord. De geest wint het van vlees. Gemeente, hoe kom je erbij om dat te bidden? Wie geeft dat allen van het volk van de Heere profeten waren? De uitroep, och, was iedereen maar profeet. Dan voel je wel aan dat niet een soort van vraagje waar je gelijk het antwoord al op weet. Ja, natuurlijk, Mozes, wie geeft dat? God geeft dat natuurlijk. Dat weet je wel. Dat hoef ik toch niet te zeggen. God doet dat. Die maakt mensen tot profeten. Mensen die er zin in krijgen om een keertje halleluja. Wat moet ik dan zeggen? Te fluisteren? Te zingen. Wie geeft dat allen van het volk van de Heere profeten zouden zijn? Wie geeft dat in de gemeente, in de Maranatha, iedereen, nee, niet 99%, niet heel wat, maar iedereen, hoofd voor hoofd, profeet van de Heere is. Mozes, hoe kom je bij zo'n gebed? Nou ja, en u voelt wel aan, als Mozes dat zo vol hartstocht aan het bidden is, alstublieft, iedereen profeet van u, dan bevraagt Mozes ook gelijk mij, en jij dan, wat heb jij te wensen, te bidden? Voor jezelf, voor je gezin, voor de gemeente. Het heeft inderdaad iets te maken met de vragen die er ook nog klinken in het hoofdstuk. Want er klinkt niet alleen de vraag wie geeft dat iedereen in de gemeente profeet zal zijn. Maar er klinkt ook die dwarse vraag tegenover. Tegenover dat van de geest, dat van het vlees. Vers 4, die vraag wie zal ons vlees te eten geven? Gemeente, waarom zou je met Mozes meebidden? Heren, alstublieft, iedereen, niet één uitgezonderd, mag iedereen in de gemeente een profeet van u zijn?
Blijkbaar heeft dat ermee te maken dat Mozes ziet dat het vlees sterk is. Blijkbaar leidt Mozes aan geesteloosheid. Hij leidt eraan als de geest niet alle ruimte krijgt. Als de geest niet vaardig is over iedereen. Dan zegt hij niet, nou ik heb er net 70 gevonden die profiteren. Dat is een mooi begin. Dik tevreden. Maar Mozes is niet tevreden voordat iedereen meedoet. Op zijn of haar wijze in de lof op God. Ach, was iedereen maar profeet van de Here. Dat klinkt als Mozes er genoeg van heeft. Genoeg niet van goede woorden over God, maar genoeg van slechte woorden over God. Hij typeert het in vers 13 als jammeren. Je zou kunnen zeggen, en vertalen, ze zijn aan het huilenbalken. Nou, als ik dat woord zeg, huilenbalken, wat zie je dan voor je? Ik zie wel wat, ik zie een klein kind, hangend aan moeders rok, of waar dan ook aan. Ik wil eten, nu, wanneer krijg ik een snoepje? Gejammer, gedrein, gezeur, ik wacht al zo lang, ik wil, nou ja, wel helder zo geloof ik hè. Geef ons vlees, nu alstublieft. Dat was het punt dan. Dat als het volk aan het huilenbalken is, wie zal ons vlees te eten geven, de een na de ander? Dat is ook aanstekelijk, dat klagen. Dat ze met die vraag, dat ze God de deur wijzen, hem afwijzen. Want ze zijn notabene net nauwelijks een jaartje uit Egypte bevrijd. Als je op de rug van die Israëlieten zou kijken, zou je nog gewoon de littekens zien. Littekens van wat? Nou, van zweepslagen. Ze waren slaven in Egypte geweest. Ze moesten hard werken voor een hongerloontje. Ze werden mishandeld. Je kon op hun lijf nog de sporen zien van hoe het was in Egypte. Bevrijd zijn ze. Weggeleid, uitgeleid. En God had bij de berg Sinaï laten zien wie hij was. Nou, daar stonden ze van te kijken. Ze bleven op een afstandje staan, want de berg die beefde. En Israël beefde ook. Maar daarin had hij zich helemaal getoond. Israël, slavenvolkje van mij, ik wil jullie God zijn. Dat beloof ik je. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb jullie uit het slavenhuis uitgeleid. En ik wil dat je maar één kant op gaat. En dat is naar voren. Naar het beloofde land. Zo wisten ze, zo weten ze wat ze aan God hebben. Zo mochten ze leven van genade. We lazen het. Er kwam brood uit de hemel. Manna noemen wij dat. Daar maakten ze koeken van. Ze mochten letterlijk, bijna letterlijk, eten uit Gods hand. Zo zorgde God voor hen onderweg. Genade. Hij had het hun toegezegd. In de doop. Ik wil dat je met mij meegaat. Maar ik trek je dan door het water heen. Door de Rode Zee neem ik je mee uit Egypte. Ik wil je meenemen uit de macht van de duivel, de helse farao. Ik ga met je mee het water in, want ik, de Heer Jezus, ben voorop gegaan. En ik wil dat je meegaat boven water. En dan breng ik je veilig thuis in de hemel. Zo heeft hij zich helemaal aan ons gegeven. Er kan geen misverstand over bestaan wie hij is. Een verbond gemaakt. En dat is echt wat anders dan de relaties van tegenwoordig. Ik hoorde het van de week nog op de radio. Misschien hebben jullie er meer verstand van. Maar je schijnt prela's te hebben, kwarrels te hebben en allerlei andere variaties op een relatie. De een nog losvaster dan de ander. Maar dat is niet zoals God jou aangesproken heeft. Gedoopt en wel heeft God tegen je gezegd, ik wil je meenemen, net als Israël toen, uit Egypte naar het beloofde land. Ik wil niet dat je in Egypte blijft, want dan kom je om, dan sterf je zonder mij. Maar ik wil dat je in de hemel komt, dat je een bewoner wordt van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Zo heeft God zich aan ons bekendgemaakt. En dan nu. Ze zijn het beu. Dat leven uit Gods hand, dat eten uit Gods hand, dat genadebrood. Iedere keer hetzelfde liedje, eentonig menu, saai. Altijd maar weer Jezus, altijd maar weer zonde, altijd maar weer genade. Alsjeblieft, serveert u een keer wat anders, kunnen we niet een keertje vlees krijgen? In de jaren 90 had je de band Nirvana. In een van hun bekendste liedjes, ik zou bijna zeggen, schreeuwt de zanger ervan: Here we are now, entertain us. Hier zijn we, vermaak ons alsjeblieft. Ik zei al, hij zingt het wel een beetje wanhopig. Het aangrijpende is ook wel dat hij is gestorven aan de drugs. Dus iets van die wanhoop kon je ook wel in horen. Hier ben ik, vermaakt u mij alsjeblieft. Gemeente, zou dat kunnen dat wij zo met God omgaan? Alsjeblieft, iets meer dan genadebrood alleen. Vermaakt u mij alsjeblieft. Ik wil vlees in plaats van dat saaie brood. Kom op zeg, een keer wat anders. Of in een iets ander beeld. Ik kwam het van de week tegen in een dagboekje van de Deense dominee Kai Munk. God als een kelner. Hier, vlees. Ik wil meer in dit leven. Dan dat u mij vandaag geeft. Ik wil dat u mij nog wat beter leven geeft dan wat ik nu van u krijg. Gemeente, het erge is als Egypte dan weer in beeld komt en als je dan uitgekeken bent op God, dan wordt Egypte alleen maar mooier en mooier. Alsof je niet die littekens hebt op je rug van de slavernij. Want Egypte, dat hoorden we, het wordt echt prachtig daar. Wij denken terug aan de vis. Ja, die kon je gewoon gratis uit de Nijl halen. Staat erbij, hè? Voor niets. Voor niets. Je vergat even dat je in dienst van de farao de hoogste prijs betaalde. Je was een slaaf van de boze, weet je nog? Hoe bedoel je voor niets? En de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien, de knoflook. Inderdaad, allemaal ingrediënten die ze in het oude Egypte gebruikten voor de maaltijden. Egypte wordt alleen maar mooier als je uitgekeken bent op God. Dan wordt hij saai in Egypte, prachtig. Dan bevangt je zomaar de gulzigheid. Wat gulzigheid is, is niet zo heel moeilijk. Ik bedoel er niks lelijks mee, wees gerust, maar ik moest er gewoon een beetje om lachen. Ik heb met sommigen van jullie vanochtend een korte preekbespreking gehad, ik kreeg helemaal een lekker koekje. Toch zag ik sommigen van jullie later nog een keertje met een koekje lopen. Nou, dat is gulzigheid. Je hebt wat gekregen, maar je denkt er is nog meer te krijgen. Ik wil nog meer. Nou, dat is gulzigheid. En dan kun je wel om die kleine kinderen lachen, maar ja, gulzigheid. En ik dan? Ben ik tevreden met wat ik van God krijg? Durf ik te leven van genade alleen? Of eis ik eigenlijk ook van God? Ik wil meer. Ik wil een mooier leven, een beter leven. En ik wil het nu. Dat kan ik niet voor u allemaal invullen, maar denk er eens over na. Waar zit de gulzigheid in mijn leven? De ellende is, het resultaat van die gulzigheid is, je wil terug naar Egypte. En dat betekent zonder God. En dan is God goud eerlijk. Dat klinkt misschien harder dan ik wil. Maar het is wel zo. Hij zegt, zonder mij ga je terug naar Egypte. Dat wordt je ondergang. Dan verdrinkt je al in de Rode Zee. Bij de grens van de dood, bij de grens van je leven. Dan ga je kopje onder. Dat red je niet bij mij. Dan ben je echt verloren. Als je heimwee krijgt naar Egypte, graaf je je eigen ondergang. En daarom ben ik blij dat je hier bent. Want dan biedt de geest tegenkracht, tegenwicht. Waar ik nog zo vaak de neiging heb om terug te willen, zonder God, zogenaamd vrij zijn. Nou ja, Egypte, daar was je helemaal niet vrij, je was een slaaf, dat vergat je eventjes. Komt gelukkig de geest mij tegemoet, iedere keer als het woord open gaat. Ik wil niet dat je teruggaat, ik wil dat je
vooruit gaat. Weet je het weer? Beloofde land. Daar had de Heer je voor overen, niet voor de ondergang, niet voor Egypte. Gemeente, hoe kom je erbij om in je kerkbank te bidden? Heren, alstublieft, iedereen in de gemeente een profeet van u. Hoe kom je erbij? Nou, misschien wel als de reis dreigt geannuleerd te worden. Het stopt, het stokt. Mensen gaan terug naar Egypte. Terug naar een leventje zonder God. Zou je dan niet bidden? Alsjeblieft, heren. Niet een paar, niet 70. Maar allemaal profeet van u. De reis geannuleerd. Want dat is het wel, een woestijnreis. En dat plaatje kom je heel vaak in de Bijbel tegen. Als het leven van de kinderen van God. Van uit Egypte, op weg naar het beloofde land. In Oude en Nieuwe Testament kom je dat regelmatig tegen. En typisch voor leven met God is dus onderweg zijn. Je zou kunnen zeggen, het is geen volk van doorbrekers, maar wel van opbrekers. Keer op keer je boeltje pakken, stukje verder gaan, dichter bij het beloofde land komen. Nou, misschien herken je dat wel, die woestijnervaring. Dat je denkt, ja, soms lijkt het wel alsof de zon wel heel hard brandt op mijn hoofd. Het bevangt mij. Soms vind ik geen water. Heb ik het gevoel dat ik uitdroog. Soms ben ik moe van het lopen. Is het meer sloffen dan werkelijk leven. Het is wel opvallend trouwens dat in onze dagen die woestijnervaring ook wel een beetje wordt opgezocht. Je kunt er zelfs je bedrijfje mee beginnen. Om mensen een soort van woestijnervaring te bieden. Er zijn topmannen van topbedrijven die één keer in de week hun rugzak volladen met zware stenen en dan een dag gaan lopen. Heel bewust de uitputting opzoeken. Ik vind dat ergens wel verbazingwekkend. Niet dat het niet ergens helpend kan zijn of misschien wel een mooie ervaring op kan leveren, daar niet van. Maar dat ik denk, waarom zoeken we zo naar die woestijnervaring? Terwijl, als we eerlijk zijn, hoeveel van ons herkennen die woestijnervaring niet? Ja, misschien niet aan je lichaam, maar wel die moeilijke momenten. En misschien meer dan momenten alleen. Dat het leven inderdaad lijkt op een woestijn. En je denkt, ben ik nou aan het verdwalen of loop ik nog op de weg naar het beloofde land? Dat ik zomaar de twijfel kan toeslaan. Heere God, welke route heeft u met mij? Het lijkt wel alsof we een enorme omweg maken. En ik vind het al zo lastig om te blijven lopen en u te blijven volgen. Een woestijnervaring. En dan dus midden in die woestijn de gulzigheid die de kop opsteekt. Niet genoeg kunnen hebben. Waar komt dat vandaan? Nou ja, je kunt kijken naar Israël. Dat je zegt, ja, maar iedereen wil toch dit in zijn leven bereiken. Iedereen wil toch? Ja, ik moet nog voor standaard dingen gaan invullen. Alsjeblieft, vult u het zelf in en vul jij het zelf in. Iedereen wil toch? Nou, dan komen die standaard dingen. Een mooi huis, een mooie auto, een goede carrière, een mooi lichaam. Veel vrienden, populair zijn, status, een carrière. Ja, zo gaat het bij Israël ook. Er beginnen een paar te klagen. En voor je het weet, de ene naar de andere tent. Wie geeft ons vlees? Wie geeft ons vlees? Wie geeft ons vlees? Zo onafhankelijk zijn we vaak niet. Denk maar aan je telefoon. Zomaar de hele dag aan het vergelijken met die ander die meer heeft. Die ook wat moois heeft. Maar, en dat hangt ermee samen, het is misschien ook wat dieper. Wanneer ga je zeuren en klagen, huilenbalken? Zou dat er misschien mee te maken hebben? Als het beloofde land uit beeld verdwijnt. Als je niet meer weet waar je het eigenlijk voor doet. Als je niet meer het plaatje voor ogen hebt. Maar daar gaan we naartoe. De land van melk en honing. Dat heeft God ons beloofd. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Zou misschien daarmee te maken hebben. Gulzigheid. Meer willen. Meer willen. En genade. Ah, een beetje saai. Hebben we iedere dag al.
Gemeente, opnieuw, de geest en vlees. Dat is waarom je je Bijbeltje niet dicht moet laten. Waarom? Omdat die je iedere keer weer herinnert. Daar gaan we naartoe, hè? Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En je hebt het gezien, toch? Ik heb het je beloofd. Ik wil je meenemen. Ga nou niet terug. Dat is een van de lievelingswerkzaamheden van de geest. Dat je weer even stilstaat. Waar leef ik ook alweer voor? Wat heeft de Heer mij beloofd? Waar heeft hij mij uit bevrijd? Of heb je het gevoel dat God je gevangen houdt? In plaats van je bevrijd. En dan gaat de wereld al op zijn kop, ja. Maar werkelijk waar. Hij meent het als hij zegt, ik heb je bevrijd uit Egypte. En dat is een slavernij tot en met. En daar heb ik je niet voor over. Kom, ga je mee. Zou het kunnen, gemeente, dat als het mijn leven slechts dit is, tussen wieg en graf, en als het beloofde land uit beeld verdwijnt, dat ik ook in die kramp schiet van Israël, ik wil er alles uithalen uit het leven. Ik wil, moet ik dat zeggen? Ik weet niet welke woorden jullie gebruiken. Leven voor de max. Alles eruit. En met minder neem ik geen genoegen. Of om nog maar eens een keertje zo'n uitdrukking te gebruiken, die afkorting FOMO, Fear of Missing Out. Dan raak je bevangen door de kramp. Ik leef maar één keer, dan moet ik het wel goed doen. Dan mag ik niks missen. Geen ervaring, geen spektakel. Kan ik dan missen? Anders zou het mislukt zijn. Terwijl de Heer zoveel heeft beloofd. Terwijl hij je toezegt, joh, zie je het dan niet? Kijk nog eens terug naar Egypte. Die farao, die duivel is zo machtig. Hij houdt je gevangen. En ik ben zelf voor jou aan het kruis gegaan om je eruit te halen. Dat heb ik je beloofd. Eruit, op weg naar het beloofde land, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde van overvloed. Van geen zonde, geen rouw, geen verdriet. Weet je het weer, het beloofde land. Ik wil niet slechts je leven voorzien, dat je je examen kunt halen, zo mooi dat ook is, dat gun ik je van harte, graag. Maar ik wil je bevrijden. Voor eeuwig. Ik wil je thuisbrengen bij mij. Om maar een ander beeld te gebruiken. Stel je nou voor hè, dat hier aan de kust een oceaan van geluk zou zijn. En ik zou naar het strand gaan. En ik neem een theelepeltje mee. En ik ben daar bij die oceaan van geluk. Een theelepeltje voor theelepeltje aan het schraap uit het water. Dat zou dwaas zijn. Dat gaat er niet goed. Zeker niet als je weet dat God heeft gezegd, joh, je mag zwemmen in een oceaan van geluk. Van eeuwige liefde, van eeuwige verkoeling. Een oceaan die je verlangens vervult. Zwem er maar in. Ik heb ervoor betaald, en heel duur ook, aan het kruis. Is het dan niet dwaas als ik met mijn theelepeltje ga schrapen om zoveel mogelijk water binnen te krijgen? Moet ik dat zeggen, is het dan niet dwaas als ik leef alsof hij er niet is? En hij het beloofde land niet voorspiegelt. Maar alsof ik op eigen houtje het maximale moet proberen te krijgen uit het leven, wat het leven mij te bieden heeft. Dat stond nog net zo dwaas, of niet? Gemeente, er staat dus iets op het spel. Kom jij, komt u, kom ik in het beloofde land. En zou je dan, juist waar je voelt dat vlees verzet tegen God zo sterk is, niet met Mozes bidden, alstublieft, Heere, heel het volk, heel de gemeente, heel Schavenzanden. Nou, breid jouw armen maar uit tot heel de wereld. Ik kan niemand missen. Ik wil dat heel het volk niet zeurt, niet klaagt, niet huilen balkt, maar een goed woordje te zeggen heeft over u. Een woordje vooruit, op weg naar het beloofde land, in plaats van een woordje terug. Naar toen en daar. Ik wil dat die droom van u, Heere, dat het ook onze verlangens stempelt, bepaalt. Dat we het zien.
wat u met deze wereld voor heeft. Mozes, hij houdt zijn klacht niet voor zich. Hij gaat ook niet klagen tegen zijn volksgenoten. Wat een lastig volk, en zie je ze aan het zeuren. Maar hij klaagt met God, met hem, deelt hij het. En dan midden in die crisis, we hoorden het, wordt er uitgedeeld van de geest. Over die 70 geschikte mensen. Dat is het mooie van het werk van de geest. Dat zie je hier, dat zie je in Handelingen terug. Als hij gaat delen, het wordt er niet minder van. Het blijft even vol. Het is royaal. En daarom staat denk ik ook die geschiedenis van die twee erbij. Want Mozes moest er 70 uitkiezen. Maar ja, er waren er twee niet opkomen dagen. Ja, het was wel de afgesproken plek. Prachtige term, de tent van ontmoeting. Prachtige term voor een kerk. Dat God ons wil ontmoeten. Ja, ze waren er niet. Waarom? Staat er niet bij. Wat had de Heer kunnen zeggen? Ja, Eldad, Medad, jullie hebben pech gehad. Jullie waren er niet. Je hebt niet goed geluisterd. Ja, dan maar niet. Gemeenten, ze zijn niet op de plek waar God het vaakst werkt. Ik hoef niemand te gaan vullen, hè? Maar als je kans wil lopen op bekering, dan moet je hier zijn. Dan moet je je Bijbeltje open doen thuis. Maar het royale van de geest is dat hij als het ware buiten zijn eigen boekje gaat. En ook die twee opzoekt die in het kamp waren blijven hangen op de een of andere manier. En dat ook zij gaan profiteren. Dat ook zij delen in het werk van de geest, een goed woord spreken over God. Laten wij dan de geest niet in zijn vrijheid beletten. Ik zou bijna zeggen ervan genieten. Dat hij ook mensen die nu buiten de muren van de kerk zich begeven, zomaar erbij trekt. En dat hij daar wegen voor vindt. Zo royaal is God namelijk. En dat is heerlijk. Dan is het zomaar vlees als ik hem ga voorschrijven hoe hij precies moet werken. Of dat ik zoals een Jozua bang ben voor de status van Mozes. Status, dat is juist vlees. Denk in hoog en laag, belangrijk en minder belangrijk. Je gaat er spontaan weer van uitroepen. O, alstublieft iedereen, profeet van u. Het zijn wel prachtige namen trouwens. Ik zou wel Eldad willen heten. Gods beminde. Eldad, lievelingetje. Mooi is dat toch? Zou je zo niet willen heten? Bemind zijn door God. Geliefd door God. In die naam heb je eigenlijk al in één woordje het evangelie. Dat God zegt, ik zoek geen lievertjes vandaag. En dat is juist mijn evangelie. Ik zoek mensen op met die aanduiding vlees, die mij een vreemde vinden. Maar als de geest gaat waaien, dan breekt hij de mond ook wel open. En vult hij hen met Gods lof. Over de God die redt, die ten onder ging in de woestijn. Hij, de Heer Jezus, in zijn eentje, helemaal alleen gelaten. In de woestijn waar hij werd verzocht. In de woestijn aan het kruis. Hij ging eraan onderdoor. Hij is de weg alleen gegaan. En hij is er vanmiddag. En hij wenkt bij de schriften. Kom, ga mee. Zie het beloofde land weer. En dan geen genoegen nemen met 70. Dan neemt Mozes ook geen genoegen mee. Gemeente, waarom, nog één keer die vraag, zou je bidden? Alstublieft, iedereen, profeet van u. Maar misschien als je ziet dat vlees zo sterk is, dat verzet in je eigen leven tegen God. Misschien als je merkt dat het verbondsvolk niet met één mond goed spreekt over God. Misschien als je let op je eigen gezin, verdeeld en wel. Als je denkt aan de gemeente. En je spoelt de tijd 50 jaar vooruit. Zou je dan niet bidden? Alsjeblieft, heren. Ik zie die kleintjes opgroeien. Ik zie onze tieners. Allemaal profeet van u, alsjeblieft. Zou je het niet bidden? Als je her en der hoort van de verdeeldheid in de kerken. In deze tijd. En je denkt,
O Heer, alstublieft, zullen we in plaats van kwade woorden, alstublieft goede woorden over u gaan spreken die ons bevrijden uit Egypte en die ons op weg plaatsen naar het beloofde land. Gemeente, moet ik nog vragen hoe het komt dat we zo vaak dat niet bidden, dat gebed van Mozes? Of heb je dat al lang tegen de Heere verteld? Heere, ik heb zo vaak mijn mond gehouden. Ik vond het zo vaak wel prima als een heel deel van de gemeente u als zaligmaker erkende. Als we het toch wel fijn hadden. Een jaar dat dan Israël verzonden, veel mensen moeten leven voor tussen wieg en graf. Zeg het hem maar. Maar hij antwoordt wel. Geest, wind van vlees. Pinksteren, weet u nog? Ik zal van mijn geest uitstorten op kerkmensen. Nee. Ik zal van mijn geest uitstorten op mensen die er al lang op wachten. Nee. Ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. Heerlijk is dat. Ik heb nooit zo goed opgelet bij de exacte vakken zoals scheikunde en natuurkunde. Maar volgens mij klopt het wat ik nu ga zeggen. Als je magneten hebt, dan moet je natuurlijk zeg maar, niet dezelfde kanten naar elkaar toe houden. Want er gebeurt er niks, hè? Komt er geen protest. Dan moet je dus de tegenpolen bij elkaar in de buurt zien te krijgen. Dan voel je het, er zit aantrekkingskracht. Waarom heb je alle reden om terug te praten tegen de Heere vanmiddag? Omdat hij heeft gezegd, ik zoek de tegenpolen op. Ik zoek niet van die mensen op die uit zichzelf geloven. Maar ik zoek mensen op die helemaal niet bij mij passen. Vlees. En dat is goddelijke liefde. Je hebt wel eens relaties hè, waarvan je het zegt, elkaars tegenpolen die zoeken elkaar dan op. De een heel expressief en de ander juist heel rustig. Misschien bijna verlegen. Aantrekkingskracht. Maar dit is Gods liefde. De tegenpolen zoeken elkaar op. En dat zeg ik dus precies verkeerd. Gods geest zoekt de tegenpol op. Vlees. En dan wint hij. Dan komt het trouwens ook in dit stukje. En misschien moeten we daar straks nog even wat langer over praten. Ook een antwoord. Want als wij in vers 31 in onze vertaling lezen, toen stak er van de kant van de Heere een wind op. Wind is in het Hebreeuws precies hetzelfde woordje als geest. Je zou kunnen zeggen, toen brak er van de kant van de Heere de geest op. En ja, dan gebeurt er iets ergs. Bij de Heilige Geest gaat er ook soms heel onrustig aan toe. Een wervelwind, een wervelstorm. Soms huiveringwekkend. Dan gaat Gods geest dus gehoor geven aan het gezeur, het gejammer, gehuilenbalk. Maar dan niet van dan heb je je zin, maar dan als een oordeel. Dat is wel erg. Dat God naar je luistert, maar dan niet om je te redden, maar dat hij zegt, nou als je dan echt wil, hier heb je het. Maar dan, dat heb je gelezen. Dan ontbrandt de toorn van de Heere en sterven ze met het vlees tussen de tanden. Sterven aan je gulzigheid. Dat is ook het werk van de geest. Oordelend, zuiverend te werk gaan. En dat is ook zijn woord vanmiddag. Dat je dit hoort, zodat je nu onderweg sterft aan je gulzigheid. En je ervan bekeert als hij je weer te pakken heeft. Terugkeer tot God, alstublieft. Weer een goed woord van u. Dat je weer vooruit gaat spreken en dat de geest het wint van vlees. En hoef je echt niet te denken dat je dan een benauwd leven hebt. Alsof als je het beloofde land voor ogen hebt, je niet meer kunt genieten van wat je onderweg krijgt van God. Integendeel, je kunt waarachtig, echt gaan leven. Dat is leven met de geest, dat heeft toekomst. En zo besluit het hoofdstuk. Want die mensen die waren gestorven vanwege hun gulzigheid, die worden begraven. En in de kleine lettertjes onderaan je bladzijde zie je het staan. Die plaats krijgt de naam Kibroth Ta'ava.
massagraf van de begeerte, van gulzigheid. Daar stopt het niet. Van Kibroth Taava trok het volk verder naar Hazeroth. En ze bleven in Hazeroth. Dat is mooi. Als je eerlijk bent geweest tegen God. En hebt gezegd, Heere, u weet wat er in mij zit. Vlees. Ik hou u zo vaak op afstand, al was u een vreemde voor mij. Dan neemt hij je mee. Toch weer mee op weg naar het beloofde land. En dat hoor je hier in de tekst. Want Hazeroth, dat betekent woonplaats. Past eigenlijk niet, hè? Je bent nog onderweg. En je komt bij het plaatsje woonplaats. Rust. Maar dat is precies het plaatje van het leven met God. Onderweg naar het beloofde land. En toch al thuis zijn, hier en nu. Bij de Heere. Bij God. Onderweg al thuis. Dat betekent dat de toekomst vandaag open gaat. Voor wie niet zonder hem wil leven. Kan leven. Voor wie vraagt. Heere, u weet hoe sterk vlees is. Kom met uw geest. Zodat we allemaal als uit één mond nog maar één goed woordje voor God over hebben. En of je het nou hard zegt of zacht, dat maakt me niet uit. Maar dat is dat woordje. Halleluja. Amen.